Hallo kijkers van Shine Sprites, welkom bij een gloednieuwe aflevering van Ik wist het. Shine Sprites. Je had hem op pauze gezet, Sander. Je moet hem ook niet op pauze inzetten. Jawel, want ik wist niet of dit allemaal doorging als ik niet op A drukte misschien. Weet ik het? Weet ik het, ding. Ik ken deze games niet, amper. Take care of the other. Oh, yo, dikke ninja, Inks. Dat is ook een ninja. Epic Pokémon. Ninja. Of Greninja mens. Dat klopt, ja. Ja, oké, okay, leuk. Tegen al die plasma boys vechten. Allemaal. Allemaal, één. The world is an ice puzzle. Inderdaad. Geen vampire dit keer. Dat is een referentie. Naar een liedje. Oh. Maar hij kent hem weer niet. Nee. Is het zeker weer van de mensen die tegen het normale ingaan? Als je het heel letterlijk neemt, dan... ja. Of nee, maar als je het figuurlijk neemt, dan wel. Oh. Ze zijn niet van Against the Current. Oh. Maar het is niet de mainstream pop music, ing. Nee, oké, maar ik bedoelde van Against the Current. Dat dacht ik al. Hij heeft mijn schimmel gebroken. Hij deed moldbreaker. Dat is heftig. Heftiging. Heel heftig eens. Je ziet mij amper. Dit sneeuwvlokje slashte mij. Oh, ik ga het niet kunnen fixen. Fuck de zon. Yo, surfing! Sander, zeg sorry, zon. Sorry, zon. Ken je die featuring sun. Kun je eventjes zon in de beschrijving zetten? Net zoals dat je laatst bij Simon deed. Nee. Ah, oh, jammer. Maar misschien heeft de zon ook wel een YouTube kanaal. Nee. Nee? Misschien Sonny Shadow wel. Sonny Shadow. Ja. Byte is... Fury Attack is ook kut, maar Byte is ook kut. Eigenlijk is alles kut. Ja. 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 Eigenlijk wel, ja. Ik heb zijn ability ook nog niet gecheckt. Ja, maar dat is ook fucking dom. Wow. Misschien kan ik het haast beter voor Bubble Beam doen. Want waarom zou ik en Bubble Beam en Surf hebben, zeg maar? Ja, maar ik zou het altijd voor Byte of Fury Attack doen. Te laat. Vooral als je, omdat je dubbel Battle Grass hebt. En als je dan maar één Pokémon raakt in plaats van twee. En je eigen Pokémon niet wil raken. Oh ja, daar had ik nog niet eens over nagedacht. Is Poison Fang beter dan Poison Tail may also leave badly. Critical hit land more easily. Dat is een lastige. Ik weet niet wat ik wil. I'm in the zone. De Magnezone. Misschien Pursuit. Ik bedoel, ik ga niet snel naar hem uit voor een Dark-type, dus... Ah, nou... Nee, het is Coverage. Ik ga het niet doen. Oké. Okay. Nee, gewoon niet. Oké? Okay? Nee, dat is goed. Ik zat er oké. Ja, maar ik benadruk nog even een keer, gewoon. Kan ik nu wel gewoon door? Zonder dat, shit kut gaat lopen doen. Oh, please, die Treecko, want dan kan ik hem vangen. Dat is Capture. Dat is wel een grassing typing. Dat klopt, ja. Oeh, een Regice. Laat het me nog moeilijker maken. Jee. Yeah. Ik denk dat hij zo meteen kabuur. Voor mij was die echt moeilijk geweest, Regice. Met mijn grass typings. Dat klopt, ja. Hij doet kabuur, denk ik. Je reageerde niet. Ik dacht eventjes, zeg ik nou iets heel doms? Maar ik kreeg al paniekaanval. Alweer? Dat viel mee. Oh. Nou, dat gaat ook niet heel erg lekker met mijn stem. Nee. Wow, zag je hoe weinig flamethrower deed? Was dat flamethrower? Ja. Ja, serieus? Ja. Dat is wel heel weinig. Had ik niet verwacht. Als jij had gezegd, yo, dit was niet flamethrower, dan had ik gezegd, oh ja, dat snap ik wel. Hij heeft ook nog Ancient Power. Dit is heel kut. Oké, het viel mee. Met hoe kut het was.
Hoe kan flamethrower zo weinig damage doen? Heb ik gewoon een hele slechte Arcanine? Dat kan, hè? Dat kan ook. Ja, ja. Run. Misschien had ik hem beter wel kunnen verslaan. Misschien wel één. Dit is goed. Ja. Cobalion? Of een van die ons? De awning? De awning. Oeh, een Noctuil. Underrated. Dat is wel ziek. En heel vet dat Ash die shiny heeft. Hmm. Zeker. Ook een hele vette shiny. Die heb ik in Sword and Shield. In Zwaard en Schild. Kibum. Ik hoop wel dat er... dat die Home Compatibility T... dat ze dat snel fixen. Dat je je shinies over kunt zetten. Het is Pokémon. Nou, oké. Maar ga jij een shiny Wigglet vangen? Wie weet. Wie weet. Die mag jij twee keer vangen. Volgens mij hebben we dat eerder gezegd trouwens. Dat hebben we eerder gezegd. Ja, dat klopt. Die valt in herhaling. Hey, nu staat hier opeens een Sage. Hey, vuile Sage. Laat me jou killen. Oh, ik had beter kunnen healen. Nou ja. Een Drillbur. Ja, ja. Hij boort met een drill. Hij drilled the burr. Drilling the burr. Dat is weer wat anders dan Driving the Blame. Dat was echt ziek. Oeh, hij doet zwaarddans. Hij danst met zwaarden. Oh, en ik mis de mudbomb. Wat een kutspel. Ik zou heel goed een water-Pokémon kunnen gebruiken in mijn team. Dan moet je een Chinchou tegenkomen. En ik kan Chinchou ook goed gebruiken, want ik kan dus zo'n Electric Ink-typing. Wel goed. Nice. Nee! Daar ging mijn Panicook in. Panicooking. Ja, dit is echt heel kut. Oh, je hebt een Nano ingenoemd. Niet eens lijpen. Nee. Ik snap wel dat je hem Nano noemt, want dat is Nando's favoriete Pokémon. Dat klopt, ja. Rollen met stoom, kibum. Oeh, dat deed best veel damage. Hornest is Hornest. Honest is wel honest. Rollen met stoom, kibum. Steamroller? Mm-hmm. Ook nog een Litwick. Waarom pack? Nee, Sander. Dat was ik heb geen crunch, hè. Dat is wel een beetje sad, eigenlijk. Hmm. Ik kan Carnivore. Hij is ook flying. Op zich best wel duidelijk ook. Wauw. Dat hij flying is, maar... Maar hij vliegt best goed. Ja. Ha, Looterboy. Hoop ik niet. Nee, ik bedoelde de Litwick. Oh, oké. Okay. Shrewing the Sand? Yo, dat is wel ziek. Heel ziek. Dat zou ik haast gaan zeggen. Ik verdien een Pokémon. Hij verdient er nog wel drie. Ja, inderdaad. Ik heb er ook wel echt wel gewoon nodig dat ik een keer een heel team heb. Haha, ik heb het ervaard en het is inderdaad op zich wel chill. Mm-hmm. Hoezo kan Sensory Earthquake? Wat is dit? Het is wel zo'n ground typing, hè? Dat weet ja, je. Maar het is zo'n minimale Pokémon, zeg maar. Het is niet eens een slash, het is een true. Dat is waar. Hij is niet eens slashing the sand. Hij is alleen maar shrewing the sand. Niet eens? Wat een loser. Oké, nee, sorry. Sorry, Sandshrew. Nee, niet sorry, Sandshrew. Gerechtigheid. Wie vind je leuker, Sandshrew of Alolan Sandshrew? Dat is niet zo moeilijk. Alolying Sandshrew. Natuurlijk. Omdat je dus zei dat is niet zo moeilijk, dacht ik meteen dat je dat zou zeggen, inderdaad. Ja. Terwijl, ik vind de gewone ook best wel zo'n leukie.
Oh, deze mening wordt niet gedeeld, dat is heel duidelijk. Sorry, ik was wel even aan het opletten wat ze zeiden, maar ik heb het nou nog niet meegekregen. Wat ik zei, ik vind de gewone ook wel zo'n leukie. Meh. Het is maar gewoon een Pokémon. Toen zei je dus niks, dus toen zei ik voor de grap, oh, dit vindt hij echt helemaal geen leuke mening. Nee, ja, zo erg was het niet, maar wel een beetje erg. Take the lucky egging and release deze motherfucking panic cooking. Ja, dat is dus waarom ik niet release. Stel je vergeet dat, hè? Ja, ik ben geen domme boy. Ik was met dingetje wel bijna vergeten met de experience share. Maar zegt hij niet van deze Pokémon heeft nog een item vast? Weet ik wil het. Wil je de item eraf halen? Volgens mij zegt hij dat. Volgens mij deed hij dat vroeger niet. En deze game misschien wel. Oh. Maar in oudere games volgens mij niet. Dan is het gewoon doei doei. Doei doei. Doei doei. Joe. Laters. Joe joe. Ik heb Carnivine volgens mij shiny en Legends Arceus. Volgens mij ook echt. Carnivine. Dat vind ik Carnivine. Ja, zeker Carnivine. Wow, hier ligt ook ijs. Is you mad? Good. Trouwens, die Growlithe in dinges, dat is ook een hele andere Pokémon natuurlijk, technisch gezien. Dus die wil ik ook wel, maar Sander, een Gravlifer. Een Gravlifer. Yo, ik moest vanochtend kutzooi, nu heb ik een Hyper Potion. Of een Super Potion verneukt. Maar ik had dus vanochtend, iemand sprak iets gek uit en ik make fun of him, weet je wel, terecht. Mm-hmm. Toen zei hij, waarom doe je dat? Ik zeg één woordje verkeerd. En toen moest ik dus denken aan Gravlifer. Toen zei ik van, ja, dat is gewoon hoe dat werkt. Als je een woordje fout zegt, dan moet je daar gewoon mee gepest worden. Ja. En toen dacht ik dus aan Gravlifer en toen moest ik bijna lachen. Maar ik hield gewoon mijn lach in, want anders had ik helemaal uit moeten leggen dat Gravlifer een ding is. Daar had ik geen zin in. Ja, nou, dan zegt hij straks nog, ja, nou, dan, en hoe zit het dan met de Spyduck, zegt hij dan. Spiegies. Ik ben blij dat Piplup nog geen zo'n stealing guying is, want dan is hij dus weak tegen deze guy. Dubbel. Dubbel. Bulldozer. Dat vind ik eng. Bulldozer is toch een ground aanval? Ja. Hoe kan ik dan geraakt worden? Hè? Jij werd geraakt door een bulldoze. Ja. Deed hij gravity daarvoor? Oh, dat zou kunnen, dat weet ik niet. Goeie vraag, Sandring. Ik weet het niet. Weet ik, King. Oh, oeh. Hou nou om met die taking downing. Hij heeft toch wel één andere aanval. Hij gaat toch Kom niet op, de hele goede tijd. Goede Pokémaning voor mij. Een Spyduck. Wauw, het cirkeltje is rond. Wow, ik had het nog niet eens door, joh. Ik voel me dom. Waarom niet voel je dom, dan? Maar dom. Mora. Is dat toch van, of niet? Is wel van Mora, ja. Bel. Die bel is pittig zoet. Oké, geef me een goede Pokémon. Oh, dat is wel een goede Pokémon, maar die mag ik niet. Die mag ik wel dubbel. Jacob dubbel. Cilio heeft een snorkybeam. Kom op, een goede Pokémon die ik mag. Die mag ik, maar die wil ik niet. Hij is wel Beautyfly. Ik vind er niks beauty aan. Het is Uglyfly. Wow. Wow. Hoe durf je de auto te stelen? Ik ben verschrikkelijk. Ik vind Dustox wel. Ik vind Dustox qua design eigenlijk wel leuker. Ja, ik ook. Beautyfly is gewoon zo'n, hoe heet dat? Zo'n vlindertje. Maar Dustox is nog spannend. Die is een mod. Ja, en spannender. Het is
zeker spannend. Hoe doet dat zoveel? Mijn stem vindt dat niet leuk. Paddle dancing. Dancing with the paddle. Wel een sterke aanval. Ja, maar alsnog. Ja. Is not very effective, hè? Not very effective. Thing. En ik was ongeveer op 62. Uh-oh. Hier. Hoe doet dat zoveel? Ik denk dat hij een soort van magische poeder gebruikt. Ja, dat denk ik ook. Ik ga wel naar mierenzuur in. Electric jam. You do be jamming. Oh nee, dat is andere. On the electric. Oh nee, die wil ik wel. Ik wil me niet tegen hem vechten. Ik wil gewoon niet vechten. Ik hou niet van Burging vechten. Biting. Vechten is niet aardig. Zinloos gevecht. Ja, zinloos gevecht. Dat is hoe dat werkt. Nonowing gaat flying. Ziek. Heel ja, ziek. Nonowing kan alles. Heb ik geen fly? Vlie. Je hebt wel een Chestoberry. Ja, nu wel. DJ Chestoberry. Nee? Wauw. Die is wel leuk. Die is goed gevonden. Ga ik niks tegen zeggen. Nee, dat zou ik ook maar niet doen. En voor tackle. Ja, of quick attack is. Ja, maar die is first, dus ik ga voor tackle. Fuck a ducking. Had ik al gezegd dat ik dit echt kut games vind? Zo niet? Ik vind het echt kut games. Ik vind het ook echt kut games. I fly away, fly away. Yo! Dit vind ik eng. Een spooky plate. Ik ben gebankt. Je bent gebankt. Je bent gebak. Ik dacht, het klonk even alsof je zei bankt. Is dit zo'n healing meister? Heb ik echt net mijn potions verspild en ja, dan kom ik hem dat tegen. Dat gebeurde mij ook op dat moment. Terwijl ik had hem ook al kunnen zien, hè? Maar ik had niet door dat zo'n healing meister was totdat ik dacht... hij wil niet battelen, wat een crazy guy. Ja, het is wel echt een crazy guy. Het hele land is een ijspuzzel. Oh, wat leuk. Oh, dit is niet leuk. Ik weet niet wat ik tegen hem moet doen. Oeh, dit is een hidden grotto, of niet? Nice, oké, ik hoop dat er iets vets is. Oeh, een Credilly, maar die mag ik niet, hè? Nee, maar misschien is hij randomized. Nee, dit is niet randomized. Die zijn al gerandomized in de Pokémon die ze zijn, zeg maar. Oh. Oh, bedoel ik. Oh. Want ja, het kwam er niet uit. Ja, sorry. Nee, daar hoef ik geen sorry voor te zeggen. Sorry dat mijn stem zo kut is. Ik hoop echt dat het... Sorry dat het bestaat. Ik hoop dat het zondag dus weer beter is. Ik hoef morgen niks te praten, dus dat is op zich wel gunstig. Dat heb ik nog geen één dag gehad sinds mijn stem verneukt is, dus... Ah! Ik ga even googlen waar ik naartoe moet. Doe dat eens. Ja, jij hebt geen Milan voor je die dat weet. Nee. Bugging, biting? The bugging is doobie. It's not very effective. Oh. Nou, weer wat geleerd. Show. Allow all cookies. After defeating Brayden. Yeah. Ik heb dus zo'n hekel aan cookies. En niet om de cookies zelf hoor, want boeien. Maar gewoon het hele accepteren. Ik heb liever die fucking cookies. Dat ik elke keer moet aanhoren van wil je dit wel echt? Wil je dit wel echt? Dan moet het vragen. Fuck jou. Niet jou Milan, jij bent een toffe peer. Gelukkig maar. Toffe peering? Dus dat klonk net alsof ik zei tof appearing. Dat is niet zo. Snap hem. Ja, die heb ik verslagen in de frontwoord. Dus je vindt Zinsulin, talk to him. Ja, dat heb ik gedaan. After you defeat Zinsulin. Oeh, ik moet tegen de Shadow Triad Memberings. Oh, ik ga denken Pokémon verliezen. Go south, then east. Ik moet Shadow Triad Memberings vinden.
Dus maar ik hou als niet ik van nu gewoon, als ik niet geheeld had, hè, had ik nu gewoon nog twee hard superpotjes gehad. Hè? Moet je tegen hem vechten? Of is het een wilde? Ja, dit is... Ja, ik heb er zelf tegen gepraat. Nou ja, dus het hoeft niet. Maar dit is die healing guy. Oh, ja, oké. Okay, maar dan... Ja, nee, oké. Okay, maar het is gewoon een trainer battle. Dus ja. Ja, dan moet je wel vechten, zeg maar. Ja, dat is kut. Heb je geen ijzige Pokémon? Of een ijzig aanvalletje? Ja, maar dan moet ik dus naar hem toe switchen. Dat klopt. Ik denk dat ik dit ga doen. Hoewel het zonde is van Carnivore, maar ik gebruik Carnivore amper. En dan zeg ik hem off. Het is een tactiek. Ik ben niet tevreden met de tactiek, maar ik had het liever niet gedaan. Yo, Isabella! Hallo, Isabella? Ja, zo noem ik hem altijd. Oh, zag je hoeveel dat deed? Heel. Nee, want het deed niks. Rough skin. Oeh, rough skinning. Oké, dit bedoel ik. Als ik dat niet gedaan had, dan was ik echt fucked geweest. Ben ik nu ook nog steeds trouwens. Semi-fucked, ja. Je kan healen en weer voor rough skin damage gaan, of niet? Met wat? Met Auron Berries? Oh ja, je hebt geen healing. Oh ja. Heel kut. Oeh, Ducklet. Dan ben ik mijn flying type kwijt. Kutzooi. Ja. Alle Pokémon's die iets kunnen doen, die zijn half AP. Ja. I know. En is Sharpedo niet sneller? Nee, hè? Nee. Dat is ook zuur. Of, ja, maar dat deed niks. Dus... Maar kan het wel doen. Crunch is toch super effective. Ja, en step. Maar... Ja, en dan doe je meer damage dan Ice Fang, wat geen step is. Ik weet niet of je gaat winnen, maar je kan beter voor Crunch gaan dan voor Ice Fang. Hier, sowieso. Ook nog eens qua hoeveel damage. En je hebt ook nog de kans dat je raakt is... Ik weet alleen 100%. Niet of ik dus eerst was. Ik twijfel nu. Oh. Volgens mij wel. Ja. Volgens mij kill je hiermee gewoon. Hier. Yes. Gewoon naar Milaning luisteren, Sander. Yo, dat deed ik toch ook? Ja, heel goed. Maar ik wil eerst eventjes zeker weten dat zeg maar... hoe heet het? Dat... Kijk, als Crunch nou dezelfde... Waarom power kan had Duck met een Hurricane? What the fuck? What the frick? Nee, ik denk misschien als het de dezelfde power heeft of minder, dan is het niet zo handig. Maar... Dus dat was de enige reden. Ik wil dat eventjes 100% zeker weten. Ja, oké. Maar dan nog, ik vond het een goed idee van mij. Het Jinx. Was ook een goed idee. Oké, nou, dan vind je boos te worden. Je moet mij gewoon erkenning geven van Milan. Goed dat je Milan, dat het was ook een goed idee, Jing. Milan, zonder jou had ik deze battle nooit gehaald. Milan, wat moet ik toch zonder jou? Ik denk dat ik dan nou, echt... precies. Ik denk precies. Dat ik dan niet meer zou leven. Ik denk dat ik dan zelfmoord zou plegen. Ja, dat kan ik me wel voorstellen. Maar gelukkig heb ik jou wel, hè? Dus niet bang zijn. Ik ben niet bang. Als je morgen hoort, hij is weg. Kan niet, want ik heb jou. Since you've been gone. Oh! Ik ben illegal. Oh, alweer. Laat me gewoon gaan. Let it go. Let me go. Let me go. Ik moet tegen Elsa kijken. Oh ja. Sick. Wie waren er dood? Oh, alleen Carnivore volgens mij. Dat heb ik best wel goed gedaan dan. Wat? Nou, ja. Ik. Jij. Ik maar... wou net zeggen. Cranial Ringing is ringing. Wil je ringing? Zag je het, Sander? Stond ringing. Echt?
Yeah. Ziek. En daar hebben we Charon. Hé, waar kom ik vandaan dan? Ik snap er helemaal niks meer van. Hoe die mag jij? Een stelle bier. Ik heb dus geen pokeballings. Dat is een beetje zering. Ja, ik ga het alsnog wel proberen. Ja, ik heb wel... Oké, ik heb echt 3 pokeballs. Wij moeten dit Game Boy luken voor jou, Sander. Ik kan beter 2. Eén pokeball en 1 great ball. Oh, we moeten naar Himulamulao City, Sander. Tuurlijk, maar dat had ik wel, dat wist ik wel. Ja. Iedereen moet naar Himulamulao City. Nou. Oh nee, het was Himulamulao, sorry. Ja, ik wou ook alweer net zeggen. Ik ben zo grappig, joh. Dat was sarcasme. Ironieing. Yo! Iroh zit in Ironieing. Wyoming. Wil ik het nu al proberen? Ik denk dat het niet gaat lukken. Hoe heftig is het trouwens dat die Celebi gewoon bijna hetzelfde level is? Ja, dat is het. Ja, maar die Primpup heb ik ook pas net gevangen, hè? Ik ga naar Himulamulao City. Wow. Wat een hatering. Wat is wel een heel vet stukje van de game, dit. Oh, sick. De Marine Tube. Nee! Een crit! Oh, dat had niet moeten killen. Gewoon de volgende Celebi in. Oh ja. Er is niks aan de hand. Ja, klopt. Wel veel XP. XP? Ken je dat niet? Ja. XP? Dat is van die Windows. Nee, van die Game Boy. En dit is SP. Ik ben in Himulamulao City. Oh, dat hebben ze nou gedaan. Waar de grass is green. And the girls are pretty. Hey, dan wil ik daar ook wel naartoe. I love pretty girls. Oh, ik dacht, I love green grass. Die ken ik niet. Nee, ik zei toch, the grass is green. Oh! The girls are pretty. Ik denk, is dit nou een referentie naar iets wat ik niet zo... Oh, die heb ik al. Mud and Kipping. Oh, die heb ik niet, huh? Sander, hoezo heb je geen Mud and Kipping? Jawel, volgens mij heb ik een Mudkip gehad en die ging toen dood. Ja. Oh, was dat niet in je vorige run? Zeker. Nou, anders staat er een Pokeball. Er staat geen Pokeball, maar... Ja. Ik denk, misschien heb ik een Marstomp gehad, maar we kunnen hem ook gewoon vangen. Volgens mij was het geen Marstomp nog, hoor. Oh, Bite. Oeh, daar moet ik oppassen. Geen damage doen. Vang hem met een kip in. Yo, ga je nou mierenzuur shit leren? Ik zag het wel. Surf, om precies te zijn. Surfing the surfings. Ik ga focusing energy, jongen. Dit is zo'n geheime Pokémon die ik niet mag vangen. Het is namelijk een Harry met Yama erop. Oh, die Yama guy, hè? Die ken ik wel. Kut, sorry. Tot zover, Mudkip. Nou, op zich, ik heb toch niet zoveel Pokéballs, dus... Maakt niet heel veel uit, maar... Het is weer een Harry met Yama erop. En een Zapping Dossing. Zapping Dossing. Dat zijn er 2. Ja, dat klopt, ja. Ze zijn ook spannend. Oh, dit was dom. Dat klopt, ja. Sinds je bent dom. Kun je niet right now, please? Oh. I'm trying to focus in. Energy? Oeh, die mag ik zien, die wil ik! Oh, die, ja, die wil jij. Laat hem alsjeblieft als hij evolueert Levitate hebben. Dom. Ah, dat was capsaïne. Dom ben ik ook. Oh. Nou ja, ik zeg wel hoe dom ben ik. Maar iedereen... Ja, geloof je niet.
Meteen runnen! Run! Oef, oef! Oh nee, wacht. Thundershock is niet, niet zo oef. Quicking balling! Jij hebt tenminste quicking ballings. Ik baal daar wel van. Snap ik. Dat is de enige guy die een ice-type move had, volgens mij. Op dit moment wel, ja. Bij jou in ieder geval. Ja, dat weet ik zeker. Ja, misschien in een box. Misschien dat ik een HM heb. Dat bedoel ik meer met volgens mij. Ah. Jezus, waarom kan ik niet... Oh ja, ik ben paralyzed, natuurlijk. I'm paralyzed. Wij zitten Sander, op zo'n... Zeg maar, als je zo'n lijn hebt, dan zitten wij op diezelfde, volgens mij. Dat klopt, ja. Zullen wij de aflevering zo beëindigen, Sander? Ja, mag ik eerst terug naar huis? Of naar Poke Center? Dat mag. Oh, Jenny. Oh, Joy. Oh, Joy. Wil jouw enige vriendje zijn? Er zijn twee perfecte maten van mij. Oh, die heb ik al gehad. I got it. The baby, I got it. He do be slacking. En hij staat niet aan. Van sla. Hij hoorde mijn grap niet. Of hij snapt hem niet. Jawel. Ik snap hem en ik hoorde hem. Hij was gewoon niet. Rap geen. Nee, maar slack off. Ja, ik snap het. More me. Like slack aan. Oh, ik ben zo funny guy. Nee. Oké. Okay. Oké. Okay. Trouwens, Zapdos is ook nog steeds flying, dus Chlorophyll is op zich ook niet heel. Zap 2. Fuck. Please. Likken met je tong. Ja, dat is zo'n Pokémon. Ik heb hem geïntimideerd, want ik ben zo'n intimiderende boy. Yes, en... veilig. Nou ja, nog niet helemaal trouwens. Heb je geen fly? Oh nee, je hebt nog geen fly of wel? Heb je al fly? Weet ja, dat. Wel. Ja. Dat zei ik wel heel boos trouwens. Ja, sorry, ik probeer je alleen te helpen. Nee, je bent zo'n lieverd. Wat was dat? Was je push-ups aan het doen? Wat? Ja. Hij was pussy-ups aan het doen. Pussy. Oh, Dialga, waarom haat deze game mij zo erg? Als ik het wist. Even kijken. Aura sfeer, oké. Okay. Dat moet niet zoveel damage doen als het is. Garni, not so fuck? Fine, want hij is dood. Ah! Die stem gaat ook vaak ik denk beter. Dat ik ga wijten. Nee. Dan meen je. Nee, nee, één aura sfeer wat not very effective is tegen Honchkrow. Oh, dat is niet waar, want hij is ook dark, dus dan is het neutral. Oh, hij is stil. Dit was dom. Okay. Surf. Ja, dat werkt ook niet, want hij is dragon, hè? Ja, maar Sander, wat moet ik dan doen? Burk is neutral. Ja, ik kan wel gaan healen, maar dat heeft geen zin. Dat was mierenzuur. Hè? Oh, misschien omdat het steel is trouwens. Sorry. Ik dacht oprecht dat het... I'm confused. Hij is steel. Ja, maar... Dat steel... Dat bug tegen steel super effective is, zeg maar. Not very effective. Nu lul ik ook gewoon shit wat niet waar is. Oh, ik heb hem verslagen, maar ik heb nog maar twee Pokémon over. Welke twee?
Electric die ik net heb gevonden en Arcanine. Ah. Wat kut. Oh nee, nog drie. Ik had geswitcht. Never mind. Je hebt Nanowing ook nog. Ja, ik heb Nanowing ook nog. Blaze, wat een kut ability. Oh, ik ga mijn leven. Ja, maar hij evolueert nog eens anders. Ook Blaze. Alle. Maar ze allebei evolueren ze naar één level. Is dat waar wat ik zei? Dat weet ik niet. Minus. Ook niks aan, maar deze... Die evolueert ook nog. Zich. Niks aan de hand. Je bent weer boos om niks. Kibumi. Je hebt tenminste 6 Pokémon. Dat is waar. En ik kan pas verder naar nieuwe gebieden als ik de gym heb verslagen. Ik wil iedereen bedanken voor het kijken van deze aflevering. Vond je het een leuke aflevering? Doe een duimpje omhoog. Ben je net zo boos als ik? Doe dan ook een duimpje omhoog. Tot de volgende keer. Doei. Doei.